was er in IJsselmonde een theater, De Klimmende Bever, waar veel artiesten hebben opgetreden en veel bewoners uit IJsselmonde goede herinneringen aan hebben. In 1990 vond er een grote verbouwing plaats en het theater moest plaatsmaken voor de toenemende vraag naar kantoorruimtes. Sindsdien beschikt IJsselmonde niet meer over een podium. In het nieuwe hart van IJsselmonde achter winkelcentrum Keizerswaard komt op dezelfde plek waar De Klimmende Bever stond een nieuw theater. Dat moet gaan bruisen van culturele activiteiten. Deze nieuwe theater wordt de bekroning van meer dan 10 jaar werken aan een initiatief van wijlen CDA-deelraadslid Ben Schop. Op zaterdag 26 september werd er voor de eerste keer een kunstroute gehouden in deelgemeente IJsselmonde. Deze dag stond ook in het teken van I is MC kwadraat. Dit is een project van deelgemeente IJsselmonde dat dient als voorproefje om het nieuw te bouwen cultuurwerkplaats in het nieuwe culturele centrum van deelgemeente IJsselmonde te promoten. Mijn naam is Sanne Nelissen, ik ben de cultuurscout van IJsselmonde. Vandaag is een keer geen kunstborrel, maar kunstbrunch. Niet te verwarren met een kerstbrunch. De insteek is ook iets anders. Deze keer niet alleen de kerst, maar we hebben ook gewoon muziek vandaag. Het gaat over de aftrap van IJsMC kwadraat. IJsMC kwadraat staat voor IJsselmonde is meer cultuur in het kwadraat. Maar in de aankomende anderhalf jaar zal u dat nog heel vaak tegenkomen. Diverse artiesten traden op, verspreid over 6 podia in de deelgemeente. Wij vroegen aan 2 mensen die gebruik hebben gemaakt van De Klimmende Bever welke herinneringen zij eraan hebben. Ja, mijn herinneringen aan De Klimmende Bever, dat is vooraf al was het een gebeuren. Een feestelijke opening met 2 tenten, grote tenten waar bands optraden. En andere was voor de disco. En toen heb het een tijdje geduurd dat De Klimmende Bever gerealiseerd was. En wij zijn ook gaan repeteren, of in de ruimte van de muziekschool, of in de kleedkamer of zelfs op het grote podium. Als jonge jongen heb je natuurlijk weinig geduld, dus huurden we vaak voor een sociaal tarief, uit mijn hoofd geloof ik 49 gulden, de zaal. En dan moest je onder de 5 euro blijven, dat wel, maar dus kon je toch wat optreden. En later heb ik wat andere artiesten ingezet, met onder andere artiestengala's of toen we een keer een single vanuit de studio lanceerden, hebben we daar ook de uitreiking gedaan en dergelijke. Ik heb heel veel herinneringen aan De Klimmende Bever. Ik woon hier nu 47 jaar en ik denk dat eigenlijk toen De Klimmende Bever gebouwd is, vanaf dat moment ben ik er ook naartoe gegaan. Voor try-outs, voor mijn eigen muziekvereniging. Mijn eigen muziekvereniging, het was een van de mooiste theaters. We hadden altijd een volle zaal. We hadden er onze repetitieruimte. En achter de tribune hadden we dus een geweldige ruimte om onze instrumenten op te bergen. Er was altijd fantastisch personeel achter de bar. Het was ons thuis. En als er dan op een gegeven moment gezegd wordt dat het afgebroken moet worden, dan zeg je jongens, het is zo zonde.
bij de grote verbouwing moesten wij al uitwijken. En toen zijn we naar het klooster gegaan aan het Afrikaanderplein. Maar ja, dat was niet de locatie die wij zochten. En door die locatie is onze muziekvereniging echt kapot gegaan. Want de mensen uit IJsselmonde durfden niet meer 's avonds over straat om naar het Afrikaanderplein te gaan. En zeker ook de oudere mensen. Ik heb er verschillende altijd opgehaald om mee te nemen. Maar ja, het houdt een keertje op. De mensen willen dan niet meer. En dan zijn er te weinig mensen en is onze muziekvereniging ter ziele gegaan. Ik heb in de Klimmende Bever houtbewerking cursussen gedaan. Die werden geleid door André van den Heuvel. We hebben er layout cursussen gehad. Ik heb een boekbinden geleerd. Er was bloemschikken, er was fototoestanden. Er was eigenlijk voor iedereen was er wat. Dus alle mensen van IJsselmonde, die hebben heel veel verdriet gehad dat dat allemaal voor ons opgehouden is doordat de Klimmende Bever niet meer was waarvoor het gebouwd is. Dat is ons grootste verdriet geweest. Ja, dat 89 was het ineens over. Ik geloof dat ik zelfs de laatste artiestengala daar heb georganiseerd. 7 januari of 7 december 89. Of 7 januari 1990. Maar het was natuurlijk voor de bewoners, was het natuurlijk, die gingen heel wat missen, want de akoestiek was daar zo goed in de Klimmende Bever. Ja, van heide en ver kwamen ze de try-outs daar doen. En niet de minste artiesten, noemen Robert Long, Elan Jongewaard, Adele Bloemendaal, Gerard de Koks. Ik hoorde van meneer Van Rijkshoort dat er orkesten aanwezig waren. Dus. En bovendien, de Nederlandse Sound Seminar voor geluidstechnici in opleiding. Maar vanwege de goede kwaliteit van de concertzaal van de Klimmende Bever kwamen ze daar hun sessies doen. Dus ja, het was zonde dat die zaal wegging. Sinds een jaar of 20, dus ja, haast 25, is er voor de mensen van middelbare leeftijd en ouderen haast niet veel meer te doen geweest. En je spreekt toch van een deelgemeente van 60.000 inwoners, is een middelgrote stad. Er hoort eigenlijk gewoon een goed theater bij, een allround theater, in het centrum. Ik heb in het klooster het 50-jarig jubileum nog kunnen realiseren. Maar daarna, we zijn allemaal uit elkaar gegaan en hij is opgeheven. Dus die activiteit doe ik beslist niet meer. Nou, en verder cursussen zijn er helemaal niet meer. Zoals houtbewerking, layouts of zelfs fietsen maken kon je er leren. Maar dat is er allemaal niet meer. Nou, we hebben hier natuurlijk vroeger de Klimmende Bever gehad. En er is een voorstel naar de raad en naar zich laat aanzien. Gaan we eruit komen dat er in 2005, 2006 in het nieuw te bouwen multifunctionele gebouw in IJsselmonde, waarin de bibliotheek en de deelgemeentesecretarie gevestigd worden, dat daar ook een nieuw cultureel centrum gebouwd gaat worden. Niet à la de Klimmende Bever, het wordt wel aangepast aan de eisen van deze tijd. En vooral dat cultureel centrum moet een plaats geven aan alle culturele activiteiten die er in IJsselmonde zijn. Zoals exposities, maar ook toneelverenigingen, maar ook Hindoestaanse zang- en dansgroepen. En er moet ook een suikerfeest gegeven kunnen worden. Maar zo'n zaal wil ik heel graag in IJsselmonde weer terug hebben. En daar zijn we hard voor op weg om die voor elkaar te krijgen. Het moet gewoon weer terug in de staat voor de IJsselmondenaren. Dat vind ik heel belangrijk. Wij als oud-IJsselmondenaren hebben zo weinig nu nog te doen. Heel veel dingen worden ons afgenomen. En we kijken natuurlijk rijkhalsend uit naar het nieuwe theater daar.